Online voetbalquiz. Wie heeft dat bedacht, Jean-Paul? Ja, de online voetbalquiz. Het idee is ontstaan eigenlijk door Carlo Dop uit Schellinghout. Echt een quizgoeroe. En ik, die eigenlijk los van elkaar hetzelfde idee hebben gedropt bij Hoogkarspel Quiz Events. Om te kijken of dat georganiseerd kon worden. Dus eigenlijk Carlo en ik, om eerlijk te zijn. Jullie schrijven naar alle West-Friese voetbalclubs. Hoeveel clubs hebben al gereageerd op jullie schrijven? Ja, we hebben al meer dan 40 voetbalclubs hebben we aangeschreven. En daarvan hebben we al een merendeel hebben wij al kunnen bereiken. En iedere voetbalclub die wij gesproken hebben, heeft heel positief gereageerd en enthousiast. En hebben ook aangegeven mee te willen doen. Wat is eigenlijk de bedoeling van die quiz? Nou, de bedoeling van de quiz is eigenlijk heel simpel. Een leuke avond organiseren voor de mensen in West-Friesland en omstreken. En geld ophalen voor de voetbalclubs die het in deze tijd niet zo makkelijk hebben financieel. En wie sponsort het allemaal? Nou, sponsors zijn er eigenlijk niet. Het is een organisatie van Hoogkarspel Quiz Events. Een gerenommeerde partij voor het geven van quizzes. En van het deelnamegeld gaat een kleine bijdrage naar de organisatie om de kosten te dekken. En alles wat overblijft, zo'n 70%, dat komt ten goede aan de voetbalclub die gekozen wordt door de deelnemer. Jij bent van Events, Hoogkarspel Events. Wat is jullie bemoeienis in deze, hetgeen bijvoorbeeld misschien het bouwen van de website? Of hoe gaat het precies in zijn werk? Hoogkarspel Quiz Events doet verschillende quizzen al online. Maken de vragen samen met Jean-Paul en met Carlo Dop. Ze zijn zeer ervaren in het geven van quizzen. 15 jaar terug begonnen met quizzen geven bij voetbalclub Spirit. Daar is 15 jaar terug het voetbalquiz geboren. Ja. Hoe moet ik me voorstellen? Wat voor vragen stellen jullie? Voetbal van A tot Z. Dus zowel amateurvragen over, dat kan zijn een speler van West-Friesia die je op dat moment ziet scoren. Maar zijn hoofd is er daar net even vanaf. En dan zeggen wij, welke speler ziet u hier scoren? U krijgt 4 antwoorden, waarvan 1 het juiste. Een A, een B, een C of een D. Maar het kan ook een ronde over het Nederlands elftal zijn op WK-toernooien. Oké, ik kan me voorstellen, aan de ene kant heb je je iPhone of je smartphone bij de hand. En dan kijk je met de andere hand, kijk je even op internet wie dat heeft gedaan. Hoeveel tijd heb je? Nou, de tijd is niet lang. Dus voordat je gedacht hebt, ik heb hem gegoogeld, is de vraag alweer zover. Ook begin de vraag. Natuurlijk, 30 seconden duurt de vraag, maar in het begin, de eerste paar seconden, kan je 15 punten. Na 10 seconden is het al 7 punten. Dus het is eigenlijk zonde om te googelen. Het is juist slim om van tevoren de voetbal-encyclopedieën erop na te slaan. En dan eens te kijken hoe het nou waar het daadwerkelijk zit. Dus als je gaat googelen, is die 30 seconden bijna om. En de hoofdpunten om in die vraag te scoren, die zijn ook al voorbij. Hebben jullie de vragen bedacht, Jean-Paul? Nou, eigenlijk moet ik die eer aan Carlo Dop geven. Want Carlo Dop heeft... Wie is Carlo Dop? Carlo Dop is oud bestuurslid van de voetbalvereniging Schellinghout, die inmiddels is opgeheven. Maar Carlo Dop is een vervent quizspeler. Is al jarenlang bespitten te vinden bij de voetbalquizzers. En wint eigenlijk ieder jaar. Daarnaast heeft hij ook meegedaan met per seconde wijze, waar hij een groot geldbedrag heeft gewonnen. Dus ja, ik durf toch wel te zeggen dat Carlo Dop de quizmeister van West-Friesland is. En eigenlijk een lopende voetbal-encyclopedie. En hij heeft dus alle vragen bedacht. Hoe moeten mensen zich opgeven? Hoe gaat dat? Nou, mensen kunnen zich opgeven via de website van hoogkarspelquizevents.nl. Daar staat een pagina waar je dus wat informatie kunt lezen en waar je kunt opgeven. Bij het opgeven kun je dus je naam achterlaten, je e-mailadres en de teamnaam. Je mag in principe een team formeren van 3 à 4 personen. Uiteraard niet te veel mensen bij elkaar in één woning, vanwege de veiligheid. Vervolgens kun je hier aangeven welke voetbalclub je ondersteunt. Dat kan dus de voetbalclub zijn naar keuze, de Valken, West-Friesia of Spirit. En van de 10 euro deelnemen...
Deelnamegeld gaat dan 70%, oftewel 7 euro, naar de voetbalclub die hier wordt gekozen. Dus het gaat erom hoe meer de mensen er meedoen van zo'n club, hoe meer geld die club krijgt. Dus stel, een voetbalclub is goed met het promoten binnen de eigen achterban. Ja, dan kunnen er zomaar 30, 40 teams zich opgeven. Dus dat kan zo 200, 300 euro opleveren voor de clubkas. Wat in deze tijd natuurlijk een mooie bijvangst is.